Beeld je eens in dat je iedere keer als je de trap opgaat of met de auto rijdt, dat je leven dan eigenlijk aan een zijden draadje hangt. Voor epilepsiepatiënten is dit de dagelijkse realiteit. Want zij kunnen namelijk op elk willekeurig moment een epileptische aanval krijgen. Dat is een kortsluiting in de hersenen, waardoor ze plots het bewustzijn verliezen, neervallen en ongecontroleerde bewegingen maken. Tja, dan donder je natuurlijk van die trap af. Of dan rijd je aan 120 km per uur frontaal in op je tegenligger. Epilepsie komt voor bij 1 op de 100 mensen. We behandelen ze met antiepileptica. En deze medicijnen die proberen om de normale balans in de hersenen te herstellen. Maar bij 1 op 3 werkt dit niet. En zelfs als het werkt, dan geeft het vaak aanleiding tot ernstige bijwerkingen, zoals dubbel zien, duizeligheid en extreme vermoeidheid. Dit komt omdat deze antiepileptica niet herkennen waar precies in de hersenen het probleemgebied zich bevindt. Daardoor kunnen ze het probleem, de epileptische aanvallen, niet krachtig genoeg gaan aanpakken. En doordat ze effecten hebben over de volledige hersenen, veroorzaken ze die vervelende bijwerkingen. Mijn collega's en ik ontwikkelen een nieuw medicijn dat veel specifieker in de hersenen te werk gaat. Hoe dan? Simpel. We helpen het medicijn op weg door een doel te plaatsen, enkel in de regio waar de epileptische aanvallen ontstaan. Zo weet het medicijn waar naartoe en kan het veel krachtiger de epileptische aanvallen gaan onderdrukken. Bovendien is het medicijn dat we hiervoor gebruiken eentje dat nergens anders in de hersenen effecten heeft. En zo vermijden we ook de bijwerking. En de eerste resultaten? Die zien er alvast veelbelovend uit. Zo hopen we dat we in de toekomst alle epilepsiepatiënten zorgeloos de trap op kunnen laten gaan of met de auto kunnen laten rijden. En dit zonder bijwerkingen.